Goedendag, mijn naam is Jeroen van Dommelen en ik ben conservator van de moderne handschriften BDKB. En ik wil jullie graag nu introduceren aan een vriendschapsalbum, een album amicorum uit de 16e eeuw van Cornelis Buys. En Cornelis Buys was de zoon van Paulus Buys en die was landadvocaat van Holland. En die had dus een vriendschapsalbum waar hij allemaal verschillende mensen zijn handtekeningen en wapenschilden liet tekenen. Het probleem was, in de 19e eeuw is dat album eigenlijk verloren gegaan. Mensen hebben er uitgescheurd. Het hele album is uit elkaar gegaan en afzonderlijk verkocht geweest. En verspreid over verschillende collecties. Amsterdam heeft enkele bladzijden, de KB heeft enkele bladzijden, Leiden heeft enkele bladzijden en zelfs het British Museum heeft enkele bladzijden. Maar 3 jaar geleden kwam dit album op een veiling aangeboden. Het laatste stukje van het album van Cornelis Buys met een 60-tal bijdragen. En met dank aan de vrienden is dit album toch nog gekocht kunnen worden door de KB. En daar ben ik heel blij mee, want het is een prachtig album. Althans, het zijn prachtige bijdragen met heel veel illustraties, heel veel wapenschilden. Als je hier kunt zien. En nu weten we iets meer van Cornelis Buys zijn leven. We weten er eigenlijk echt heel weinig van, maar nu weten we wel met welke studenten hij omging tijdens zijn studentenjaren in Leiden. We weten welke belangrijke families in Holland hij kende en welke families in zijn alma materum konden tekenen. En we zien ook dat hij prachtige illustraties in zijn album heeft gezet van wapenschilden, maar ook, even zoeken, van gouaches van bijvoorbeeld deze lammen die op de rug van een blinde zit en die samen over een brugje wandelen. We weten niet van wie de tekening is, maar het is wel een prachtig exemplaar. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Andere mooie is deze. Niemand zonder vijand, staat er. Van Jacoom Bogaert. Prachtige illustraties, een prachtig boekje. En zijn hele vriendschapnetwerk hebben we nu veel meer een beeld van. En dan gaat zijn idee over vriendschap tenminste niet verloren. Dus hartelijk dank, vrienden van de KB.